Welkom terug bij Voetbal International. 70 mei, de voorlaatste uitzending. Johan Derksen, Huub Stevens en René van der Gijp. En Johan, we hebben zojuist een pijnlijke fout gemaakt. Ja. Ja. Nee, het zijn twee de broers. Nee, er zijn zelfs drie broers. Oh. Je hebt Paul. Maar ik heb de verkeerde beschuldigd, want de burgemeester van Heerlen, dat is de geluksvogel. Ja, die heeft zich laten pijpen. Maar even alle duidelijkheid, je hebt dan ook nog Frank. Ja. Ja, voor de mensen die later ingeschakeld hebben. Wij dachten dat de wethouder in Eindhoven de man was die zich oraal had laten bevredigen in het fietshok toen die wethouder was in Nijmegen. Maar dat blijkt nu de burgemeester van Heerlen te zijn. En Frank werkt ook in Eindhoven, maar die is het ook niet geweest. En de wethouder die uiteindelijk die lening heeft verstrekt, dat is Staf Depla. Dus die willen we bij deze vrijplaat. Ja. Maar ik denk dat nu de telefoon gaat en dat mevrouw Gené belt waar je mee bezig bent. Ja. Ja, ja. Nee, we moesten toch een fout corrigeren, daar kan ik niks aan doen. Ja.